Plan, verslaggever bij het Wassenaars Financieel Dagblad. En ik ben Jan van het Leidschendamse Blaadje. Dag Sinterklaas! Dag! Fijne vakantie! Ja, en de groeten aan de kerstman! Ja. Ga dan maar! We willen Sinterklaas interviewen. En ik wil wat vragen stellen. Wat een vermoeiende dag zeg. Die is weg. Nou Piet, doe mij maar eens even in een glaasje bisschopswijn. Dat fietst er wel in. Snap je? Sinds wanneer fiets je? Je kan niet eens op een paard zitten. En laat staan op een fiets. Zo, ik kan heus wel op een paard rijden. Pff. Vorig jaar ging je met je paard naar links en Sinterklaas ging naar rechts. Het ging helemaal fout. Ja, dat klopt. Dat heb ik gezien. Nou ja, ik heb niks gezien. Zeg, je wordt wel een beetje brutaal zo, Piet. En trouwens, schenk mij nog maar eens een beetje bisschopswijn in. Dat heb ik wel verdiend. Het paard schrok gewoon ergens van. Nog iets anders misschien? Moet je de mijter van Sinterklaas niet stofzuigen of de staf van Sinterklaas poetsen? Het best kan je met koperpoets poetsen. Nee hoor, met zilverpoets kan het ook. Zeg Piet, wat mankeert jou? Nou, elk jaar met Sinterklaas hebben wij het zo druk, kunnen we 5 december gewoon niet overslaan. Goed plan. Ja, en de kindertjes dan? Sorry? Ben jij helemaal van de paard gevallen of zo? Kom nou, een beetje 5 december overslaan en dan al die miljoenen kinderen laten wachten? Oh ja, we geven de cadeautjes wel aan de kerstman mee. Dat kan je toch niet maken, man? Tjongejonge. Nou, we werken maar even wat harder, totdat je blauw ziet. Oh nee, dat kan niet, want je bent een zeurpiet. Zal ik nog maar wat bijschenken? Piet lust ze wel. Ik moet me ook een beetje voorbereiden op die kou als we dadelijk al die daken weer op moeten. Hey, en stook dat vuur ook gelijk nog even op. Moet ik nog iets voor u doen? Uw schoen in de lak zetten of een sjaal breien? Nou, de Sint wilde graag weten hoe we er financieel voor stonden. Dus als jij eventjes de papieren erbij zoekt. Goed, ik zal de papieren halen. Ja, want we moeten namelijk zuinig zijn. Als ik dadelijk van de regering langer moet doorwerken. Vaststaat de AOW-leeftijd, de leeftijd waarop je het staatspensioen krijgt, die gaat van 65 naar 67 jaar. Dan heb ik nu alvast wat meer gespaard. En dan kan ik dadelijk toch eerder stoppen met werken. Nee hoor, net als wij gewoon doorwerken tot je 67ste. Doorwerken tot je 67ste, die is zo gek nog niet. Nee joh, ik doe al genoeg. Laat de jongen het maar opknappen. Zeg, Vlegel, je weet toch dat je niet met volle mond mag praten? Ja, maar ze zijn ook zo lekker. Brutale aap. 4.206. Je zit al mijn geld op te eten. 4.205. Nou, kijk. Maar er zijn te veel van vorig jaar nog. Dus ik eet een paar, zodat er weer ruimte bij komt. Wilt u er ook eentje? Dadelijk raak ik nog in een financiële crisis. Je kan er net zo goed een ruimte bij huren of zo. Je kan tegenwoordig heel makkelijk een ruimte huren voor je overtollige spullen. Nee, mensen moeten niet zoveel rommel bewaren. Dat is niet goed. Dat had ook gekund. Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. En van de chocola komt het me eigenlijk wel de oren uit. Oh, laat eens even in je oren kijken dan. Wat? Gewoon even kijken of er chocola uitkomt. Dat is toch gezellig, hè Piet? Gezelligheid is een lekker glas wijn bij de open haard. Bisschop zijn een open haard? Mij veel te warm. Nou, reuze gezellig hoor. Zeur is niet zo, Piet. Ik wil opgevrolijkt worden. Kom, zou ik soms op mijn handen gaan staan? Nee, dat heb ik al vaak genoeg gezien. En de vorige keer sloeg je zo door de muur heen. Nee, haal de liedjespiet maar. De liedjespiet komt eraan. Ah, heerlijk. Een glaasje bisschopswijn, een knapperend vuurtje, een paar stevige Sinterklaasliedjes. Gezellig. En zet je beste beentje voor. Hij is een beetje chagrijnig vandaag. Majesteit, wat wilt u horen? Een liefdesliedje, een zeemanslied of een lied uit de Jordaan misschien? De Jordaan is een rivier in het Midden-Oosten. Nee, het is gewoon een wijk in Amsterdam. Nee, nee. Gewoon Sigins komt de stoomboot. En uit volle borst, dat kent iedereen en dan kan ik lekker meedijnen. Sigins komt de stoomboot, uit waar je weer aan.
Brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Zeg, liedjes, Piet, wat is dit voor afschuwelijks? Oh, als hij er maar niet achter komt dat ik de liedjes Piet helemaal niet ben. De liedjes Piet is mijn tweelingbroer, maar die is er nu niet. Als dat maar goed gaat. Nee hoor, dat kan heel slecht aflopen. Ja, sorry. Ik kan vandaag niet zingen. Ik voel me echt niet goed. Oh, als ik zo doorga, word ik echt niet goed. Dan moet je naar een dokter. Nee, naar een keelspecialist. Sorry, het gaat echt niet. Ik denk dat ik maar even ga liggen of zo. Elk jaar staat die broer van mij in een musical te zingen. En ik sta achter de schermen met een bezem al die rommel op te ruimen die hij heeft gemaakt. Ik wil ook wel eens een keer optreden. Daar kan ik heel goed in komen. Dan had hij maar naar school moeten gaan. Zie je nou wel? Het gaat niet. Ik ben echt heel erg ziek hoor. Ik heb gewoon wat meer tijd nodig om zangles te beter te worden. Ik versprak me bijna. Hé, maar ik wil een liedje horen. Ik wil nu een liedje horen. Zeg, kunnen jullie niet een liedje zingen? Zie ik eruit of je kan zingen? Daar ben ik het nou wel mee eens. Nou, ik denk dat we anders Maud maar weer eens moeten benaderen. Die heeft ons vorig jaar ook geholpen. Geef die laptop eens aan. Je laptop is een heel goed hulpmiddel. Nee hoor, ik twitter me suf. Maud? Dat verwaande nest? Daar heb ik meer last van gehad dan dat ze geholpen heeft. Nou, die zal toch ondertussen wel eens een keer zijn afgestudeerd? Jij hebt de hele lagere pieterschool nog niet eens afgemaakt. Je school afmaken is heel belangrijk voor later. Nee hoor, ik heb mijn journalistenschool ook niet afgemaakt. Hey Maud! Hoi, herken je ons nog van vorig jaar? Oh nee, dat zijn die sukkels van vorig jaar. Dag Pieten. Hebben jullie weer wat stoms gedaan? Nou, echt stom is het niet. Maar Liedjes Piet is ziek, dus jij moet ons helpen, want ik zit nu zonder muziek. Nou, toevallig is zingen mijn specialiteit. Ik studeer voor keel, neus en oorarts. En muziekpedagoog. Nou Liedjes Piet, dat wordt dan opereren. Oh, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Nou, als ik nou gewoon ga gorgelen met dropwater of zo, dan gaat het vast vanzelf over. Gorgelen met thee en honing is beter. Ik geef een voorkeur aan azijn met peper. Kom, dan gaan we Maud maar eens een bezoekje brengen. Als je je ziek voelt, moet je naar de dokter. Nee hoor, ik neem gewoon altijd het aspirintje. Zo, wie is de patiënt? Dit is de patiënt. Liedjes Piet. Hij ziet een beetje bleekjes. Bleek kan bloedarmoede betekenen. Nee hoor, je moet gewoon wat meer in de zon gaan zitten. Zeker een ziekenfondspatiënt? Wat zijn de klachten? Nou, de Sinterklaasliedjes die komen een beetje rommelig in mijn keel uit. Rommelig? Het is afschuwelijk, het is afgrijzelijk, het is niet om aan te horen. Nou zeg, ik heb gewoon mijn stem verrekt. Hoe kan dat nou weer? Als jij zoveel blijft doorkletsen, kan dat bij jou ook gebeuren. Daar heb ik ook wel last van. Dat komt dan omdat je zoveel onzin uitkraamt. Oké, zing eens even wat. Oh, wat een kattengejank. Nou, dat moeten we maar eens even gaan onderzoeken. Kom maar even zitten en doe je mond maar even open. Mijn hemel, dat heb ik nog nooit gezien. Mag ik ook een keer kijken? Moet je eens kijken wat een bende. Oh. Oh, en moet je daar eens kijken? Oh, en daar? Hé, hey, daar is de marsepein die ik vanochtend kwijt was. Oh nee, is het echt zo erg, dokter? Is er nog iets aan te doen? 10 keer per dag gorgelen met zout water. En natuurlijk niet meer snoepen. Zout water? Hey, en waarom mag ik eigenlijk niet meer snoepen? Kom over een week maar terug.
En als het niet over is, dan ga ik je keel schrapen. Oh nee, mijn keel schrapen? Dat klinkt alsof het onwijs veel pijn doet. En je moet natuurlijk goed oefenen. Ja, ik zal het even voordoen. La 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 la. La 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 la. En neem maar zangles. Ik studeer ook voor muziekpedagoog. Oh nee, dat doet vast pijn. Een pedagoog. Een pedagoog doet trucjes met je stem. Oh, een soort pedagogelaar dus. Oké, Piet. Geef jij eens het goede voorbeeld. La 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 la. La 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 la. Echt keurig. En nou jij. En la 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 la. Oh, wat erg. Dat valt toch wel mee? Nee, dat valt helemaal niet mee. Oké, ik doe nog één poging. Piet, zing jij eerst eens Zie ginds komt de stoomboot. En liedjes Piet, dan val jij later in. Oké? Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt al Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Schuwelijk. Oh, neem hem maar gauw weer mee. Daar zie je maar. Je moet zuinig zijn op je mond. Dan wordt het tijd dat jij hem eens dicht houdt. Dat is snel. Laat maar eens wat horen. Op uw eigen verantwoording. De zanglerares is gek van hem geworden. Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Moet u nu zien wat ik gevonden heb? U gelooft uw ogen niet. En die zijn blauw. Nee hoor, bruin. Nou, laat eens even kijken dan, kerel. Kom op, ik ben benieuwd. Ik liep net langs een bezemkast en toen hoorde ik daar een gek geluid. En ik dacht, er zitten dweilen in. Dus misschien ook wel een ontwelorkest. Oh. Maar ik dacht, dat kan helemaal niet, want daar is die kast te klein voor. Dus ik ging kijken, deed de deur open en je raadt nooit wat ik daar zag. Hoe weet ik dat nou? Oh. Ik deed die deur open. En je raadt nooit wat ik daar zag. Het wordt nu wel heel erg spannend. Eén bezem. Twee bezems. Drie bezems. Pak een enorm groot ingepakt pak. Ik zal hem even voor je halen. Dit gaat niet goed. Ah, dat is vast per vergissing gebeurd. Zet die maar bij de rest van de pakjes. Ziet u niets vreemds aan dit pakje? Nee, behalve dan dat er schoenen onderuit steken. Schoenen? Inderdaad, schoenen. Maar die zitten toch meestal in een pakje en niet erbuiten? Nou? Hey, dat is mal. Zet dat pakje maar weer heel snel terug. Kom, wacht, ik doe het wel. Zeg, liedjes Piet, waarom ben jij ineens zo zenuwachtig? Piet, open jij eens heel snel dat pakje? Nee, niet doen! Dank u wel. Wat heb ik nou aan mijn sik hangen? Jij bent de broer van de liedjes, Piet. Nee, toch? Nou, hoe kan het nou? Oh. Dat valse mispunt daar heeft mij ingepakt in inpakpapier, omdat hij zei dat hij een leuk grapje met me uit wilde halen. En toen gaf hij me een duw zo de bezemkast in. Of is het soms niet waar? Hé, je kan toch wel tegen een grapje? Het is notabene bijna Sinterklaas, ja toch? En dat alleen maar omdat ik in een musical speel en omdat hij niet kan zingen. Nou? Is dat waar? Dat valt me van je tegen. Hij is begonnen! Nee, hij is begonnen. Zeg, beginnen jullie nou ook nog eens een keer? Wat doen jullie eigenlijk? We willen Sinterklaas interviewen. En ik wil wat vragen stellen. Nou, dan hebben jullie pech. Want hij is op vakantie. Wat doen we hier dan nog? Doei! Ja, doei! Nou, ik heb maar één liedjespiet nodig. En dat ben jij. Ja,
En ik kan zeker weer het toneel gaan aanvegen. Nee, nee, nee. Jij mag ook het toneel op. Je eerste echte rol. Een echte zingende rol? Dat is nog iets te vroeg. Maar je staat wel 75 minuten lang op het podium. En dat is langer dan alle andere Pieten samen. Oh, ja, graag. Ik doe het. Wat moet ik doen? Pak eens die twee appels. Ja, de ene in je ene hand, de andere in je ander. De een ietsje hoger. Zo? Ja, heel goed. Ja, prima. En je bent nu de eerste levende appelboom. Dan heb je in ieder geval een appeltje voor de dorst. Nou, Pieter. Niet overdrijven, kom op. Op school worden ook wel eens kinderen gepest. En dat is niet leuk. Gepest op school? Jawel, jawel. Ik had een, dat valt nu wel mee, geloof ik. Even in de spiegel kijken. Ik had een enorm groot hoofd in vergelijking tot mijn lichaam toen ik... Sorry, hoofdpiet. En jij moet alleen even door de zure appel heen bijten. Ik had maar één Pietjeslied. Mogen we deze liedjes? Piet. Liedjes, Piet. Nou, doei! Ik heb maar één Pietjes. Nou.